Zo, je hebt een sociaal akkoord. Wat nu? Meteen ter zake. Kopje lauwe koffie uit de thermos in zijn tuinkantoor. 1 koekje. Of je het leuk vindt, lijkt me niet de belangrijkste vraag. Wat kun je toevoegen? Het was een beetje, of heel eerlijk gezegd, behoorlijk intimiderend als Wim Kok vond dat iets moest gebeuren. Er zat weliswaar iets vriendelijk, ironisch in zijn oogopslag, maar bepaald ook iets dwingends. Als Wim Kok opendeed, vroeg je je af hoe zo'n grote man überhaupt door die deur kon. Hij vouwde zich op en zette zich. Had alles gelezen en alles gevolgd. Over debatten zei hij, ironisch, mensen op mijn leeftijd hebben de tijd dat om televisie te volgen. Waarna een scherpe analyse kwam. Wat betekent het voor de mensen waar wij voor opkomen? Wat staat de Partij van de Arbeid nu te doen? Wim Kok was partijleider in ieder opzicht. Ook na zijn vertrek. In 2009 had ik een klasje samengesteld van talenten uit lokale politiek. En ik had Wim Kok gevraagd te vertellen over leiderschap. Daar kwam die. Op de fiets. En op de gezichten van de receptionistes kon je zien wat een indruk deze doodnormale, maar zo bijzondere man maakte. Wim Kok is hier. Binnen vertelde hij met humor, bescheiden en toch beslist over hoe moeilijk het is om te weten of je het goede doet. Over wat de WHO-crisis voor hem had betekend. Hoe hij ervan overtuigd was dat het partijcongres over die kwestie zijn afscheid zou zijn. Over werk als leidraad in zijn politieke leven. We zaten ademloos te luisteren. Wim Kok maakte als partijleider de Partij van de Arbeid vertrouwd. Vertrouwd met de economie. Vertrouwd als sociale regeringspartij. Vertrouwd met Nederland. Omdat hij zelf belichaamde hoe essentieel het is om voor anderen op te komen. Werk, werk, werk. Het motto van zijn eerste kabinet en de rode draad in zijn leven. Van de eerste stappen bij de vakbond tot in het torentje. En meer nog dan het vermogen om compromissen te sluiten, is dat denk ik de reden dat hij uitgroeide tot premier van alle Nederlanders. Ik ging bij hem langs na de nederlaag van 2017. Lood in mijn schoenen. Onze minister-president. De laatste die de PvdA grootste van Nederland had gemaakt. Hoe zou hij reageren nu de vaas uit mijn handen kapotgevallen was? Ik trof een getormenteerde, onrustige Wim Kok. Ik vraag me steeds af wat ik eraan heb bijgedragen dat dit heeft kunnen gebeuren. Loyaal en betrokken bij het wil en wee van de partij. Nimmer een onaardig woord over één van zijn opvolgers of over de partij zelf. Omgekeerd gebeurde dat nog wel eens en dat raakte hem. Beste Rita, familie, vrienden. Wim Kok was een reus. Op wiens schouders wij konden staan. Dat geldt voor Ad, Wouter, Job, Diederik en voor mij. Hij was een reus waar Nederland tegenaan kon leunen. Dat gemis voelen we allemaal. Wim Kok was een partijman die heel goed begreep dat je uiteindelijk verschillen moet overbruggen. Ik was toevallig bij hem toen hij het nieuws kreeg van het overlijden van Ruud Lubbers. Ik zag hoe aangedaan hij was. Aan zijn oog trok hun hele gezamenlijke geschiedenis van Wassenaar tot Lubbers 3 voorbij. De laatste keer dat ik hem zag was in de nazomer. Bij hem in de tuin. Dinsdag 28 augustus. Zijn kleinzoon deed open. Rita was haar tentoonstelling aan het inpakken in Friesland. We zaten in de tuin. We hadden het over Ajax. Even zag ik Wim Kok als opa. Hij vertelde licht geërgerd dat hij tegenwoordig steeds in het ziekenhuis te horen kreeg op uw leeftijd. Opeens slepen ze dat overal bij. Niet te lang. Gepraat moest er worden.
wat ik van plan was bij de algemene beschouwingen. Wat ik vond van de uitspraak van Stef Blok. Ja, ik heb deze zomer tot mijn ergernis alles kunnen volgen, zei Wim. En wat is het plan als de dividendbelasting niet wordt afgeschaft? Hoe zorgen we, let op dat we, dat de veranderingen vanwege het klimaatbeleid door gewone mensen begrepen en gedragen worden? Wie heeft er nu geld voor zo'n ketel? Het voelde als een examen. De vragen van Wim Kok. Ik ging er altijd weg met gloeiende wangen. Het was laat geworden. Kleinzoon zou koken. Ze gingen samen de wedstrijd kijken. Ik fietste weer van west naar oost. En voor mijn gevoel staat hij daar nog. De grote, vriendelijke reus. Te waken over zijn land en zijn partij. En wij fietsen verder in zijn schaduw.